Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, diverse kwesties besproken tijdens persconferentie na de RRV, Groen Initiatief in Suriname, 1 miljoen bomen in 5 jaar en SPWE traint Mark Venters in Basic Entrepreneurship Food Packaging en Labeling. Na afloop van de regeringsraadvergadering op het kabinet van de president hield de regering een persconferentie om de besproken onderwerpen nader toe te lichten. Tijdens de persconferentie kwamen diverse kwesties aan bod. Wij voeren u terug naar het persmoment op woensdag 15 mei. U moet weten, aan de Saramakkastraat hebben we 2 centrales. De oude centrale, we noemen het voor het gemak DPP1. En de nieuwe centrale, DPP2. DPP1, dat is die oude centrale dus, die draait niet. Daar is iedereen in actie, conform het actiemodel van de vakbond. En u begrijpt dat dat niet acceptabel is. Het is niet acceptabel voor het bedrijf, maar zeker ook niet voor de regering. En ik denk dat dat een van de redenen was waarom de directie ervoor heeft gekozen om gisteren de kortgedingrechter te adiëren. De zaak heeft gediend gisteren, waarbij de kortgedingrechter ook tot een uitspraak is gekomen. Ja, en ten aanzien van de uitspraak van de kortgedingrechter, ik moet aangeven heel kort, dat de OWAS werd veroordeeld tot, en dan lees ik de beslissing van de rechter, om binnen 1.5 uur na de betekening van het vonnis, en wij weten, althans de rapportage naar de regering toe, is dat het vonnis ergens gisteravond is betekend. Binnen 1.5 uur na de betekening van het vonnis, haar leden op te roepen hun werkzaamheden normaal, volgens werkrooster te verrichten met achterwegelating van het voeren van acties. CQ hen aan te zeggen om de werkneerlegging te beëindigen en beëindigd te houden en onmiddellijk de werkzaamheden waartoe zij gehouden zijn te hervatten en deze op een normale wijze te verrichten. Ja. OWAS is ook veroordeeld tot betaling van een dwangsom van 5000 SRD per dag voor elke dag of elke keer dat OWAS geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met dit vonnis, en wel tot een maximum van 100.000 SRD. Verder is OWAS veroordeeld om in de proceskosten die aan de zijde van EBS zijn gevallen en tot aan deze uitspraak zijn begroot op 10.095 SRD. Dat is het oordeel van de rechter. Wat wij hebben gezien is dat vanmorgen heel vroeg de bond een brief heeft gericht aan de directie van het bedrijf, waarbij de directie werd medegedeeld dat door de OWAS, dus de vakbond, de door de OWAS afgekondigde staking, dat die per direct wordt opgeheven. Ik wil hierbij wel benadrukken dat wij op het ministerie geen officiële melding hebben gehad hiervan. Maar wij hebben deze issue toch opgepakt. En in het kader van het KKV is vanuit de regering in 2023 besloten om alle AOV'ers KKV uit te keren. Dit heeft tot gevolg gehad dat in vele gevallen is afgeweken van de uitgangspunten
van de missieven voor de uitbetaling van KKV. En wel op de volgende punten. Dat KKV voor gezinshuishoudens is. En KKV toekenning bij een gezinsinkomen van maximaal 6.000 netto per maand. De uitkering van KKV aan AOV'ers bedraagt ongeveer 50% van het totaal maandelijks uit te keren bedrag en wel circa 125 miljoen. In het kader hiervan is er op 13 mei een gesprek geweest tussen leden van het Integraal Sociaal Programma Commissie en de voorzitters van VSB en ASFA. En uit dit gesprek is komen vast te staan dat het bedrijfsleven een significante rol zal kunnen vervullen bij het kunnen opschonen van het bestand, voornamelijk op basis van privacy issues. De regering heeft gevraagd aan het ministerie van SOSAVO om na te gaan op welke manier het AOV-KKV bestand kan worden opgeschoond. En hiertoe zijn er een paar adviezen. Voor alle AOV'ers dienen de vastgestelde KKV-criteria te gelden. Hiertoe vindt al de nodige screening plaats via de systemen van BIS en CEBUMA. Een alternatief is om de AOV te verhogen naar 1800. Hierdoor hoeven AOV'ers geen KKV meer aan te vragen. En hiermee komt een groot deel van alle administratieve rompslomp te vervallen. En ook nog het plaatsen van een oproep voor AOV'ers die thans KKV ontvangen en er vrijwillig afstand van willen doen. Wij hebben vernomen in elk geval vandaag dat er een stukje normalisatie heeft plaatsgevonden. We hebben in de zuiging van de C47 vakcentrale actie wat betrekking gaat op energieprijzen, tarieven. Er zijn een aantal bonden die vooral met het onderwijs te maken hebben, dus solidair geweest. En we zien daardoor dat we zeker 2 weken een hele onoverzichtelijke situatie hebben gehad in de sector. Vanochtend is gemeld dat zij dus de zaak normaliseert, maar daartegenover staat dat de call kennelijk met hun satellietorganisatie nog steeds doorgaat, wat betreurenswaardig is, maar die zullen ook van ons, van mij hebben ze vandaag een brief ontvangen en wij zullen dus die gepaste maatregelen snel dus nemen, nog deze week. Het is zo dat het wilde staking in het onderwijs veroorzaken ontzettend veel irritatie bij ouders, bij leerlingen in het systeem. En we gaan nu dit moeten protocoleren op korte termijn. Het kan nooit zo zijn als er niet deze onderliggende arbeidsconflict is dat men elke keer stagnaties veroorzaakt in het onderwijs. We zitten in het derde kwartaal en we moeten nu een beetje normen gaan stellen. Er heerst te veel anarchie in het gedrag van een aantal bonden. Dat moet een keertje ophouden. Je moet wel aan tafel zitten en dialoog en protocoleren. Wanneer ga je staken? Is er een aanleiding? Wat is precies die aanleiding? En op welk moment ga je over tot stakingen? Wij kunnen dit niet meer accepteren. En ik denk dat we een geordende samenleving zijn en willen blijven. En we gaan nu een norm moeten gaan stellen. De tweede zaak waar ik dus voor kan houden is de zaken die te maken hebben met ons landelijk programma voor renovatie en bouw van scholen. Al een tijdje is het ministerie bezig daarmee dat voorbereiden. Ik moet aangeven dat zaterdag ook met de president is gesproken over het programma. Ongeveer 160 scholen over 10 districten. We moeten nu echt gaan investeren in een aantal renovaties en bouw van scholen. En gelukkig heb ik als minister die steun gehad en ook de financiële middelen om in de komende tijd flink een aantal aannemers aan het werk te zetten. We gaan het anders doen. Het wordt een verkorte procedure waar we proberen in elk geval met een directievoering strak en snel leiding te geven aan dat soort processen. En we hopen dat we alvast, zeker die scholen in die wat slechtere situaties zijn op dit ogenblik, een betere look te geven.
Suriname kent ongeveer 600 scholen, waarbij zeker 373 lagere scholen bij zijn. En ze hebben we een bepaalde categorisering gehad. We hebben een stevig bestand gemaakt met bepaalde categorieën, slecht natuurlijk matig en natuurlijk een paar die heel goed uitzien. En wij proberen nu ons enorm in te zetten om die achterstanden van jaren een beetje in te halen. We zien ook heel veel zaken, de toiletgroepen, die altijd vrij snel onder problemen raken. En bij veel scholen, daar moet ook naar de bouwkundige elementen kijken. Veel scholen hebben heel veel last van houtluizen en vleermuizen. Dus in natuurlijk dak. En wat wij moeten gaan doen, we moeten ook bouwtechnische maatregelen nemen om op dit soort dingen te letten, waardoor de verduurzaming van de scholen in stand houdt. Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer heeft het project Planting 1 Million Trees in 5 Years in Suriname gepresenteerd aan president Chandrika Prasad Santokhi. Op maandag 14 mei 2024 ontving het staatshoofd een delegatie bestaande uit OGA-directieleden en enkele stakeholders op het kabinet. Het project heeft tot doel de groenvoorziening en verfraaiing in steden en districten te verbeteren, evenals de veerkracht van groen-grijze infrastructuur te versterken en de betrokkenheid van de gemeenschap te bevorderen. We zijn op bezoek bij het staatshoofd om een project dat voortaan bekend zal zijn als project Planting 1 Million Trees in 5 Years. Het is een project geïnitieerd door het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer. En wij willen volgende week de launch doen, de officiële launch, door de president. Dit project is een project dat landelijk uitgevoerd zal worden in 9 districten, met uitzondering van Sipaluni. De naam zegt het al, we gaan 1 miljoen bomen planten, dat is niet weinig. En gemiddeld 125.000 per district, en dat willen we in 5 jaar doen. Maar Openbaar Groen en Afvalbeheer zal niet daartoe alleen in staat zijn. Zo betrekken we alle stakeholders. Als het nou ROM is, ministerie van ROM, ministerie van ROS, waarbij alle commissariaten vertegenwoordigd zijn. Als het nou bureau van First Lady is, als het nou NGO's zijn, maar ook elke andere organisatie die dit project een warm hart toedragen, willen we betrekken om te planten. We gaan verschillende boomsoorten planten, maar niet Wild West. We gaan in een bepaalde structuur de wegstrekkingen beplanten, maar ook pleinen, parken. Maar los daarvan willen we zelfs op de erven van de mensen gaan planten. Liefst met fruitbomen. U weet hoe schaars een fruit is, sinaasappel bijvoorbeeld. Zo duur, terwijl elk erf daarin voorzien zijn. We gaan een beroep doen op de stakeholders als LVV, dat ze een plantmateriaal, een fruitplantje, beschikbaar stellen, zoals dat project van bureau First Lady Prani Iniujari met een brede boom. Zo willen we ook een fruitboom op de erven van de mensen planten en hun vragen om het onderhoud daarvan over te nemen. Dit is niet alles. Ook die brede boom project van First Lady gaat verder gestalte krijgen en wij willen dat dit project, zeg maar, van de First Lady wordt geïncorporeerd in dit megaproject van Openbaar Groen en Afvalbeheer. We willen stadsvervrijing doen, maar ook districtsvervrijing, tot in de districten. En het mooie ervan is dat we plantmateriaal zelf zullen aanmaken. Elk district moet daartoe in staat zijn. We gaan plantenkwekerijen opzetten, maar ook compostfaciliteiten. We hebben LVV, die goed
is gefaciliteerd in elk district met infrastructuur, willen we gebruik maken van hun infrastructuur om onze plantmateriaal te vermeerderen, zodat elk district zelfvoorziend is. En dit moet een landelijk karakter hebben. We gaan van start. De president heeft zijn zegen gegeven om te starten op 24 mei aanstaande. En dat gebeurt op Puro Dadi, op de hoek van Puro Dadi en Helena Christina in het district Wanica doen we de kick-off van dit project. Climate change heeft haar invloed overal in de wereld. Ook wij worden geconfronteerd met extremen, zoals hete temperatuur, hoge temperaturen, maar ook veel neerslag. U ziet wat in onze buurlanden gebeurt. Wij willen dit voorkomen. De bomen gaan ons beschermen. Ze beschermen al, want wij zitten met 93%. We willen die percentage zelfs verhogen. En dat kan als we meer planten. En u kent het, u weet zelf van de broeikasgassen. Die effecten daarvan is heel nadelig voor ons. En de planten kunnen helpen dat we ons leefmilieu aanzienlijk gaan verbeteren. Ook in de urbane gebieden. U ziet in de binnenstad heeft onze planten, zeg maar bomen, plaats moeten maken voor beton, straatstenen, etc. Is leuk, aardig, maar laat die planten ook ertussen zijn, zodat wij in een koele ruimte ons kunnen begeven. U weet, wanneer je planten hebt in je directe woonomgeving, dat daar temperatuur anders is, een veel koelere ruimte met zich meebrengt. En daarvoor kiezen we. Het is een grote noodzaak. De mens kan immers niet zonder de planten. De Stichting Productieve Werkeenheden is op maandag 13 mei 2024 gestart met de training Basic Entrepreneurship in Food Packaging en Labeling voor 17 marktventers van de marktleiding 11A. Deze training wordt uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Agrarische Ontwikkeling Leidingen en Omstreken in het kader van het Basic Need Trust Fund 10 Project, dat gefinancierd wordt door de Caribbean Development Bank. De training vindt plaats van 13 mei tot en met 12 juni en richt zich op ondernemerschapsontwikkeling, bedrijfsveerkracht, verpakking en etiketering. Deelnemers zullen hierdoor in staat worden gesteld om met de opgedane kennis en ervaring hun bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken had de eer om de training te openen. Hij is ervan overtuigd dat deze training ondernemers de mogelijkheid zal bieden om verder te groeien en is vooral verheugd over het onderdeel mentale weerbaarheid dat volgens hem essentieel is voor alle ondernemers, met name in de landbouwsector. De minister benadrukte dat de landbouw gepaard gaat met veel uitdagingen en tegenslagen en dat mentale weerbaarheid en creativiteit essentieel zijn om succesvol te blijven in moeilijke situaties. Hij erkent ook de belangrijke rol van landbouwers bij het leveren van basisvoeding aan de gemeenschap en beschouwt deze training daarom als cruciaal voor deze doelgroep. Minister McAndrew heeft alle vertrouwen in de capaciteiten van SPWE, die niet alleen trainingen aanbiedt, maar ook begeleiding om ondernemerschap te bevorderen en te versterken. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.